Ik hoop, maar de feiten spreken voor zich, dat vriend en vijand bij deze is overtuigd van een gestage voortgang in die projecten. En daar ook dus duidelijk maakt dat wij met onze 28 miljard totaal budget toch zeer zinvolle dingen doen, buiten onderwijs. En andere zeer zinvolle dingen, om een grote ondernemer van dit land even te citeren, die zelf ook 3 miljoen euro steun krijgt. Olieft? Du Châtelet. Ah, ja. Ja. Voorzitter van Stalbeier. Ja. Maar hij heeft, entre parenthèse, vanmorgen op de radio gezegd dat hij die steun maar gevraagd heeft, omdat anderen dat moeten nu eens kijken. Als hij die steun toch niet nodig heeft, dan we die misschien te kunnen terugvragen. Maar dit heeft niets met dit te maken, maar wel in die zin dat we toch hard vooruitgang hebben geboekt. Er zijn een hele reeks nieuwe investeringen gebeurd in de zorgsector het afgelopen jaar. Er zijn een aantal nieuwe sociale woningen bijgekomen. In de sportsector zijn diverse kunstgrasvelden beschikbaar geworden enzovoort. Dat zijn resultaten die iedereen kan zien dat dit ook effectief is gerealiseerd.